Had je de tuin al gezien of wordt er al de klus? Smaven. Lang leven ADHD. Ik sta vandaag een venrij waar ik een dagje aan het werk ga als leefbaarheidsmedewerker samen met Wilbert. Kan jij kort vertellen wat jullie hier doen? Leefbaarheidsmedewerker wil zeggen dat wij ons eigenlijk bezighouden met het wel en wee van de bewoners, van mensen in onze woningen. En proberen hun te helpen, daar waar zij problemen hebben, door hun weer in hun kracht te zetten, te helpen bij sociale problematieken, bij overlast, maar ook bij een stukje eenzaamheid of afstand tot de arbeidsmarkt. Hé, hey, wat gaan we precies doen vandaag? Jij gaat met ons mee vandaag. En we gaan jou een stukje leefbaarheidswerk laten zien wat wij altijd doen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daarvan vindt. En dat jij probeert contact te krijgen met onze bewoners. Ja. En eens eruit vist wat zij van Wonen Limburg vinden. We gaan verschillende projecten bezoeken waar wij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. En vandaag beginnen we met de jongeren van Go4It. De jongens die werken voor onze bewoners. De bewoners die het niet zo makkelijk meer hebben en niet zo makkelijk hun eigen probleempjes kunnen oplossen. Mm-hmm. Vervuilde tuin of een schilderwerkje of een ander klusje. En ze hopen ze op die manier weer naar een stukje werk te begeleiden. Maar zie je ze dan ook echt groeien, zeg maar? Ja, dat is onze ervaring wel. Dat ze door de samenhorigheid en de steun die ze aan elkaar vinden, dat ze uiteindelijk weer een stukje hoger komen. Had je de tuin al gezien of wordt er al een klus? Smaven. Lang leven ADHD. Volgens mij zit er ook een muis in. Let's go for it. Er hangt hier een boom aan mijn snijer. Hey, vind je het leuk om dit werk te doen? Ja. Ik zit al 2 jaar hier. Dus, ja? Wel bijna weg nu. Ik ben nog maar 1 dag hier. 4 dagen bij straatmaker. Oh, jij werkt altijd lekker buiten? Ja. Oh, wat chill. Eigenlijk hovenier. Ik ga een opleiding voor straatmaker doen. Dus, ja? Bezigheid. Oh, ja. Zij hebben het begin gemaakt eigenlijk voor ons. Want ze hebben een beetje vertrouwen gegeven aan de bewoonster. En nu kunnen wij ook verder met de bewoonster om haar te helpen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ja, goed. En wij gaan nu naar de volgende casus. Ja. Ja, we staan nu voor de deur bij een mevrouw die wat vereenzaamd is. Ja. En we gaan eigenlijk gewoon een gesprek met haar voeren om te kijken wat er is. Ja. Nou, Lonneke, we zitten nu bij mevrouw Beterams. Die heeft samen met Jacques, mijn collega, die heel veel in de wijk en heel veel in de buurt komt, mevrouw Beterams ontmoet. En samen zijn ze aan de slag gegaan om het idee van een eetpunt uit te werken. Ik eet wel eens bij mijn kleinkinderen en bij mijn zoon en zo, maar de rest zit je dan toch thuis alleen. Iedere dinsdagavond zijn er toch tegen de 30 aan. Van de week wel er meer dan 30. Afgelopen dinsdag. Ja. Maar dat is heel leuk, ja. En nu komen er zeker 10, 12 hier van onze galerij. Wat leuk. Goedendag. Goedendag, Pelle. Goed, we zijn nu bij het wijkcentrum Bruske. Hier werkt Lia, uh-huh. Een van de pareltjes van deze wijk. Uh-huh. Lia heeft weer een keuken opgezet waar ze heel veel kookt samen met mensen uit de buurt. We hebben geholpen door kennis en soms ruimte beschikbaar te stellen. En wat doe je nou precies hier in het wijkcentrum? We zijn begonnen dus met koken en ik heb een stichting zelf opgezet voor mensen van de voedselbank. Want ik wou eigenlijk al heel lang iets voor die mensen doen. Dus met een andere vrijwilliger kook ik daar 1 keer de maand voor en dan mogen ze komen eten. Wat beweegt jou nou om dit te doen? Wat vind je nou zo leuk aan? Het belangrijkste vind ik het werken met de mensen. Ja. En het allerleukste is om mensen zo ver te krijgen dat ze weer in hun eigen kracht komen. Maar goed, we zijn bijvoorbeeld ook bezig met het project zelfbeheer. En daarin proberen we mensen te stimuleren om meer verantwoordelijkheid en meer eigenaarschap in het complex te nemen. Want jij moet natuurlijk mensen goed kunnen verbinden. Ja. Nou, dat doe je door goed naast te luisteren, door goed te kunnen communiceren. Ja. Begripvol en ik denk ook echt onbevooroordeeld. Ja. Onze samenleving bestaat uit heel veel mensen, heel veel verschillende mensen van heel veel verschillende culturen. En die dat is de kunst om die bij elkaar te brengen. En dat is net de uitdaging die ik heel leuk vind. Ja, wat goed. Een beetje trots, zo. Ja. Ja, wat leuk. Ja. Ja. En wereldverbeteraar. Jongen.